Er is begrip bij omwonenden over de komst van daklozen in het Clarisseklooster bij de Genneperparken. Toch blijven er zorgen, ook na dit weekend, nu bewoners een kijkje mochten nemen in het klooster. Jarenlang bleven de deuren van het klooster gesloten voor buitenstaanders, maar nu hield het bisdom dus open huis. Vooral bewoners uit de omliggende wijk Rapelenburg waren nieuwsgierig. Ze zijn bezorgd over hun nieuwe buren, een kleine 30 daklozen. Het is een beetje de vraag, zeker in het begin, bij het opstarten van dit project, wat de kinderschoenenproblemen gaan zijn. De stichting die verantwoordelijk is voor de dakloze opvang begrijpt de zorgen. Toch zal het met die overlast wel meevallen, denkt de stichting. Ik denk dat we voor het park een meerwaarde kunnen hebben, omdat wij een outreach team hebben van 2 medewerkers. En die zullen veelvuldig ook in het park aanwezig zijn, omdat we gehoord hebben dat er ook mensen zijn die hier overlast veroorzaken. En deze mensen zullen we aanspreken op hun gedrag. En proberen te prikkelen om in beweging te komen of om iets te gaan doen of om ergens anders naartoe te gaan. Wanneer de daklozen precies verhuizen, is nog niet duidelijk.